Misschien moet ik meneer Santokki vragen, want elke ontwikkeling die willen brengen in Nikeri, dan is het misschien van hem. Nou, dat was een grap. Dit terrein is het oud kermisterrein geweest. Ja. Ik heb ook in een programma gisteren gehoord dat men wilde insinueren over andere zaken. En in de tijd toen ik DC was, hadden wij aan SWM de helft afgestaan. Omdat SWM ook belangrijk is, drinkwater, et cetera, hun dingen te doen. Ze hebben enkele huizen gebouwd, de rest hebben ze zo gelaten. Misschien komt die ontwikkeling nog. Maar dat andere gedeelte hadden wij vrijgehouden voor de gemeenschap. En wij hebben dan gemeend, wanneer het zover zou komen, meneer Farma, dat er een modern gemeenschapshuis in Nikeri moet herrijzen. Net als in Paramaribo, je hebt Matagouri, Lalaroek, overal. Waar mensen die niet een goed terrein hebben, een jug kunnen gaan houden. Waar je ook een marnie kan houden. Waar je ook verjaar osso kan houden. Waar je ook huwelijken kan houden. En waar je grote shows en vergaderingen kan houden. Maar waar je ook educatie kan geven aan kinderen, et cetera, et cetera. Met de moderne snufjes. Multifunctioneel dus. Ja, het moet een uitgangscentrum worden. Multifunctioneel. En inmiddels, het weer werkt mee, zijn wij al begonnen terrein in orde te maken. De schutting komt. Er komt een moderne zaal met ingebouwde podium, geluid, alles, et cetera. En dan heeft de Nikeriaan iets om weer trots op te zijn. Als de mogelijkheid het toelaat, komt er een uitgangsunit daar, een soort mall waar je een patat kan gaan kopen, een ice cream, met de kinderen kan wandelen en direct naar die show gaan kan kijken of naar de show lekker daar. Dus een à la moderne mall. Dus dat willen we brengen. En dat Nikeri iets leuks heeft, et cetera, et cetera. Dat is de bedoeling en we zijn al ermee begonnen. En laten we hopen dat het heel gauw af is. Ik durf te wedden dat de politieke opponenten straks gaan verklaren dat er weer belastinggelden tegenaan gegooid worden. Nee. Het gemeenschapsgelden, het komt precies hoe wij twee nieuwe scholen hebben gebouwd en geen cent van de overheid en de belasting is gegaan. Waarom zouden we dan geen andere projecten kunnen doen? In der tijd heb ik toch Willemsplein gedaan. In der tijd heb ik toch commissariaat gedaan. We hebben gerenoveerd sporthal, zwembad. Waren toch geen overheidsgelden. Wanneer je goed bezig bent, dan heb je vrienden die willen steunen. Al is het een kopercent of een miljoen, is welkom. We gaan iets voor Nikeri moeten doen. En we gaan niet zitten wachten op niemand, et cetera, et cetera. En wanneer waterleiding, want ik heb in een programma insinuerende vragen. Maar ik vond meneer Ferrier heel goed antwoorden. Heel, heel technisch. Maar je begrijpt. Bepaalde mensen, je weet vooral wanneer je junkie of junk hebt gebruikt of je junkie bent. En van een bepaald, een bepaalde vorm hebt aan je hoofd, wie weet dat drie kronto. Dan ga je deze vragen hebben. Je kan geen put boren waar er al een put is. Je kan het hooguit of 15, 20 kilometer verder doen. Je kan niet, want we hebben genoeg schoon drinkwater hier. Als je me zegt dat we in een andere buurt waar het een beetje moeilijk gaat, moeten gaan boren, dan moeten we dat gaan doen. Maar niet daar. Dus men moet niet insinueren. En wanneer er iemand is die drinkwater voorop stelt, prioriteit aangeeft, dan ben ik het. Want in onze tijd hebben wij Sido Regio gehad. In onze tijd hebben wij Paradijs gehad. In onze tijd hebben we Hienaar gehad. Dus wij staan bekend om het brengen van drinkwater. En niemand anders. Dus laat ze janken en kijven en blaffen. Wij gaan door met die ontwikkeling. Wij weten wat die ruimtelijke ordening nodig heeft en waar de dingen moeten kopen. We gaan niet meewerken aan kapitaalverlies. We mogen dus gerust aannemen dat er met zekerheid gesteld kan worden dat opzet van een gemeenschapscentrum daar zo de SWM niet in de wielen rijdt zoals men wil doen geloven. Nee, tegendeel. Dat is waarde voor hun. SWM is ook van ons. SWM is van het volk en ik ben van het volk. Elke steun die SWM nodig heeft, zullen ze krijgen. Maar je begrijpt, SWM heeft zelf gevraagd ergens Europolder.
Ja, die aanvragen heb ik. Het is niet hier in Nieuw-Nikeri. En ze hebben genoeg uit te breiden. Als ze zelf vakantiehuisjes kunnen bouwen, kunnen ze nog een aantal. Want ik zie dat het goed bezet is ook. En je hebt andere terreinen om wat kantoortjes en zo te zetten. Maar weer gaan boren voor watertoren, vlak naast een andere, nee. Ik denk niet dat een verstandig idee is of dat nog technisch mogelijk is.